Alles heeft een zomer in het hoofd. Want als u nu een jaarabonnement neemt, ontvangt u een mooie zomer lang alle nummers plus omslag tot 1 oktober voor slechts 7 gulden. Frostkompas, het goedkoopste programmablad in kleur, woordenvol informatie en vaste rubrieken van onder andere Dierenraad van Martin Gaus en weerprofeet Jan Pelleboer. En als u nu belt en een jaarabonnee opgeeft, krijgt u van ons de TOS Europarade LP met onder andere Jimmy Cliff, Altaville en Roberto Giacchetti en de Scooters cadeau. Bel 035-715-715. Na avonturenfilms in mei, misdaadfilms in juni en Franstalige films in juli, nu de laatste twee weken van juli en de eerste twee weken van augustus, 4 Nederlandse films. Niet zomaar 4 speelfilms. Op 21 juli, te gek om los te lopen. Peter Faber in een schitterende rol als chronische patiënt uit een psychiatrische inrichting. In het kader van een experiment wordt besloten een aantal van deze patiënten onder te brengen in een huis buiten de inrichting waar ze een eigen leefgemeenschap proberen op te bouwen. Te gek om los te lopen. Met in de hoofdrollen Peter Faber, Jaap Stobbe, Marloes Fluitsma, Leen Jongewaard en Frederik de Groot. 27 juli, Comeback. Een dramatisch verhaal van een jonge saxofonist die door een ernstig auto-ongeluk voor de rest van zijn leven in een rolstoel moet zitten. Zijn huwelijk gaat eraan kapot en zelf dreigt hij ook aan zijn eigen frustraties ten onder te gaan. Zal hij ooit nog muziek kunnen maken? Zal hij ooit nog een relatie met een vrouw kunnen hebben? Comeback, of hoe een ongeluk een leven kan verwoesten. Met in de hoofdrollen Tjeu Boermans, Sylvia Mielekamp, Derek de Lint en Annelies Knoop. 4 augustus, Rode Scene, de beroemde Nederlandse bioscoopfilm van Frans Wijs. Willeke Alberti in een schitterende rol als Sien Breeman. Jaren nadat haar moeder is vermoord door een zeeman, gaat Sien door tussenkomst van ene Jan Meijer het variété in. Succes ligt in het verschiet, maar ook ontberingen zullen haar ten deel vallen. Dramatische, maar ook vrolijke momenten in het leven van deze levenslustige en spontane vrouw. Rode Scene, met in de hoofdrollen Willeke Alberti, Kees Brussen, Peter Faber, Beppi Nooy Junior en Jules Hamel. 11 augustus, Help, de dokter verzuipt. Een Nederlandse lachfilm van de bovenste plank. In een dorpje waar de zon altijd schijnt en het milieu overwegend groen is, leeft een gemeenschap met haar dokter, de pastoor, de aannemer, de onderwijzeres en al haar onvermijdelijkheden. Er zijn echter een paar probleempjes die op onaanvolgbare wijze worden opgelost. Help de dokter verzuipt, met in de hoofdrollen Jules Croiset, Martine Bijl, Leen Jongewaard, Piet Bambergen en Willeke van Ammelrooy. De TROS biedt u 4 onvergetelijke speelfilms. Speelfilms om te lachen en speelfilms om de tranen bij weg te pinken. De TROS voor uw wekelijkse grote speelfilm. Om 11:15 vanavond, na het late nieuws, ziet u dus de eerste uit onze serie Nederlandse speelfilms. Te gek om los te lopen. Nog even terugkomend op het Olympisch spel dat Ivonie afgelopen zondagavond presenteerde. Als u eraan hebt meegedaan, kijkt u dan morgenmiddag naar de TROS, want aan het einde van het programma worden de prijswinnaars bekendgemaakt. En wie weet bent u wel een van de gelukkigen. Dan krijgt u nu nieuws en informatie in TROS Actua TV. Dames en heren, goedenavond. In Oostenrijk is de politie er na 3 weken zoeken nog steeds niet in geslaagd een spoor te vinden van het Nederlandse echtpaar dat daar tijdens een vakantie spoorloos verdween. Het gaat om het echtpaar Lampfers uit de Bilt. U ziet hier de paspoorten van de heer en mevrouw Lampfers. Op 3 juli zijn ze voor het laatst gezien toen ze uit een bus stapten. Van de wandeling die daarop volgde zijn ze nooit teruggekeerd. Een raadselachtige verdwijning, een ongeluk misschien. Ondanks herhaalde waarschuwingen om toch vooral goed voorbereid aan bergwandelingen te beginnen, raken jaarlijks tientallen toeristen in de problemen. Uit Horgers en cameraman Jan-Pieter Borkes reisden naar Tirol en volgden het spoor van het nu verdwenen echtpaar. Oostenrijk, het vakantieland bij uitstek voor vele tienduizenden Nederlanders, zowel in de winter als in de zomer. Het was dus niet zo verwonderlijk dat ook het echtpaar Lampfers er met de auto naartoe ging.
Op 22 juni kwamen de heer en mevrouw Lamfersier aan in Kramzach, een dorpje in Tirol. Ze waren vanuit de Bilt in Nederland zomaar ergens heen gereden. Dat deden ze wel vaker als ze met vakantie gingen. En dan zochten ze zelf zomaar ergens een goed pensioen op. In het toeristenrijke Kramzach was dat niet zo moeilijk. Direct na aankomst huurden ze een kamer in het pensioen van het echtpaar Jout, dat zich de heer en mevrouw Lamfers nog goed herinnert. Ja, ze waren zeer nette, ruige, aangename gasten. Ik had goed een contact met ihnen. We spraken zo over manche Wanderung. Die haben jeden Tag haben sie irgendwo was vorgehabt, dass sie zum Wandern. Sie sind gerne mit ihren Stöcken durchs Land gewandert. Was erinnern Sie sich von dem 3. Juli? Sie kamen mittags um 12.15 Uhr vom Mittagessen nach Hause. Dann rufen sie mir zu, ach Frau Jaud, heute wollen wir mal nach Aschau, Richtung Brandenburg fahren. Und eventuell auch die Tiefenbachklamm besuchen. Und dann sprachen wir davon, dass das nicht geeignet wäre, weil bei einem nassen Wetter, also es war gerade Regenwetter, ist das nicht günstig, die Klamm zu durchgehen. Und das wussten sie dann auch, sie haben sich erinnern können, denn der Fremdenverkehrsverband macht immer Filme, Vorführungen vom Dorf, und da sprachen sie darüber, also die Kaiserklamm und die Tiefenbachklamm soll man bei Regenwetter nicht besuchen. Dann sagten sie, ach, das werden wir dann lassen, aber nach Aschau wollen wir unbedingt. Op die 3e juli smiddags liep het echtpaar Lamfers hier door de Brandenbergerstraße, door dit dorpje heen, naar de bushalte tegenover het raadhuis. Nou, het is bekend dat ze toen hier op dit bankje zijn gaan zitten om op de bus te wachten die hen verder zou brengen. Hoe weten we dat? Nou, een echtpaar uit Berlijn heeft dat tegenover de politie verklaard. Dat echtpaar uit Berlijn heeft hier nog zitten praten met de heer en mevrouw Lamfers. Het regende die dag en toen is de heer en mevrouw Lamfers geadviseerd om hier tegenover onder het afdakje van het raadhuis te gaan staan, zodat ze droog zouden blijven. Daarna zijn ze weer teruggelopen, hebben nog even hier op dit bankje gezeten en zijn vervolgens in de bus gestapt naar Aschau. Tijdens de 1 uur durende busrit sprak het echtpaar Lamfers nog uitvoerig met de chauffeur. Ze legden hem hun wandelplannen voor en ook ditmaal kregen ze te horen dat het onverstandig zou zijn een wandeltocht te maken. Ze wilden in de Kaiserklamm gaan, hè. En daar was slecht wetter en toen zu spät, hè. Het was nachmittags om 2:30 en dat zal men vormiddags maken, hè. Het was slechtes wetter. Het had niet arg geregnet, maar toch, zum wandern is het niet goed. Ook de inwoners van het gehucht Aschau herinneren zich nog dat een Nederlands echtpaar per se een wandeling wilde maken, ondanks het slechte weer. Also die vrouw, die was. Sie hebben die vrouw hier gezien? Ja, op de straße. En Sie? Ik heb die gezien beim Autobus aussteigen. En den Mann nur vom Brücken, weil sich das Bild angeschaut hat, von der Kirche. Wo haben Sie die Gäste für das letzte Mal gesehen? Ja, auf dem Weg zum Feld, da hinaus. Vanaf dat moment is niets meer van het echtpaar vernomen. Diezelfde dag sloeg de pensioenhoudster bij de gendarmerie alarm en begon een grootscheepse zoekactie. Man hat in diesem Gebiet gesucht, hat aber auch in Aschau und in Brandenburg gesucht. Und wie haben Sie gesucht? Es wurde gesucht mit Fahrzeug und dann am nächsten Tag groß mit Hunden. Also hier war dann dabei die Gendarmerie, die Bergrettung, Bergwacht, die Hundestaffel und auch der Helikopter vom Bundesministerium für Inneres, ja. Vier dagen en nachten lang werden de Tiefenbachklam in de wijde omgeving uitgekampt. Herhaaldelijk werd vooral het Tiefenbachravijn doorzocht, omdat dit een zeer moeilijk begaanbaar gebied is, met tal van obstakels, zeker voor de al wat oudere mensen. Mevrouw Lamfers was immers 64 en haar echtgenoot 62 jaar. Het op het oog zo vreedzame riviertje de Age kan, als het hevig heeft geregend, plotseling tot een woeste stroom aanzwellen. En vandaar dat altijd geadviseerd wordt uitsluitend met mooi weer hier een wandeling te maken. Het is schwer geregnet am 3. juli. Ja, het was slecht wetter, teilweise stark geregnet. Maar zeer slecht wetter? Ja, man kan schon sagen, zeer slecht wetter. En het was ook zeer kalt. Dat heißt, in deze regio is het schon fast om 0 grad, ja. En man had ook op de bergen schon den Schnee gesehen. Deshalb muss man eigentlich annehmen, dass die Lamfers nicht hinauf wollten, sondern eher hinunter. Dat ze ja zelf dat gezien hebben met de sneeuw. In de ravijnen is niets meer gevonden van het echtpaar Lamfers. En evenmin zijn ze in de kleine dorpjes in de omgeving van Aschau nog gezien. Het was immers slecht weer en de mogelijkheid bestond dat ze daar zouden hebben overnacht.
Was glauben Sie, dass möglicherweise passiert ist? Ja, möglicherweise. Offen ist alles. Man kann ja nicht annehmen, dass es unbedingt ein Unfall ist, aber die naheliegende Version ist, dass die beiden verunglückt sind. Und da geht man davon aus, dass einer, also Frau oder Herr Lampfers, ausgerutscht und abgestürzt und die zweite Person helfen wollte und dann ebenfalls abgestürzt ist. Das ist das Naheliegendste, was man annehmen kann. En een dergelijke val is dan ongetwijfeld fataal geweest. Zoals we hier laten zien met een steen die we het ravijn ingooiden. Maar ook is het uiteraard mogelijk dat het echtpaar in de uitgestrekte bossen is verdwaald en daar verongelukt. Na 18 dagen intensief zoeken heeft de Oostenrijkse politie nog geen spoor ontdekt van de heer en mevrouw Lampfers. En daaraan verbinden de autoriteiten hier nogmaals de waarschuwing om bij slecht weer beslist niet te gaan wandelen in dit bergachtige gebied, omdat het levensgevaarlijk kan zijn. Mocht u na het zien van onze beelden uit Oostenrijk, dames en heren, informatie kunnen geven over het verdwenen echtpaar Lampfers. U bent misschien in Oostenrijk op vakantie geweest. U heeft ze daar mogelijk gezien. In dat geval kunt u bellen met de politie van de Bild. Het telefoonnummer is 030-790-822. U kunt vanavond bellen, maar natuurlijk ook altijd overdag. Een wat vrolijker bericht nu. In dit Guinness Book of Records kan binnenkort een nieuw wereldrecord worden bijgeschreven. Deze week werd het grootste olieplatform ooit in ons land gebouwd, op zeer spectaculaire wijze naar zijn plaats van bestemming gebracht. Een staaltje Hollands glorie. Paul Steenbergen en cameraman Henk Gulikers legden het record voor ons vast. ...60 meter lang, 30 meter breed en maar liefst 36 meter hoog. Het gewicht 4 miljoen kilo. Het zwaarste gewicht dat ooit in de wereld op rubberwielen werd vervoerd. 1100 wielen. Sturen is natuurlijk uiterst belangrijk bij zo'n transport. Alle bewegingen moeten nauwlettend worden gecontroleerd. Ik sta hier op 1,50 meter, 1,45 meter. Hoogteverschillen in het wegdek moeten onmiddellijk worden doorgegeven. Het bouwwerk moet immers onder alle omstandigheden in evenwicht blijven. Er was veel belangstelling in Zwijndrecht voor de eigenlijke tewaterlating. Op zich een stukje vakmanschap, want hoe hou je zo'n drijvend ponton in evenwicht? Ook hier is het devies meten en bijsturen. En de zaak vooral waterpas houden. Als alle wielen aan boord zijn, kan de kapitein zijn laatste inspectieronde maken. Het gigantische bouwwerk is klaar voor vertrek.